Jongens en meisjes, gisteren hebben we het gehad over autorijden. En dat je dat doet in kilometers per uur. Vandaag gaan we het hebben over de windsnelheid. En de windsnelheid die meet je in meters per seconde. Kijk even mee naar opgave 3. Daar zie je de schaal van Beaufort weergegeven. Bekijk even goed het plaatje of je het snapt. Ik ga het nu niet helemaal met jullie bespreken, anders heb ik zo direct een heel lang filmpje. En ik denk dat jullie best wel zelf het plaatje goed kunnen aflezen. Ik ga met jullie kijken naar de vragen. A. De windsnelheid is 10 meter per seconde. Wat betekent 10 meter per seconde? Nou, dat betekent dus dat de wind eigenlijk 10 meter afstand aflegt in 1 seconde tijd. Hoeveel kilometer per uur is dat? En wat betekent kilometer per uur? Kilometer per uur betekent hoeveel kilometer je in een uur aflegt. Maar wat is nu eigenlijk de vraag? De vraag is dat, dat we gaan omrekenen. 10 meter per seconde, hoeveel kilometer per uur is dat? Gisteren heb ik jullie verteld dat het handig is om een tabel te gebruiken. En toen schreven we kilometer per uur op. Maar vandaag gaat het dus om meter per seconde. Wat weten we? We weten dat we 10 meter afleggen in 1 seconde. En nu moeten we dit dus gaan omrekenen naar kilometer per uur. Hoe gaan we dat doen? Nou, ik ga eerst die 1 seconde omrekenen naar een minuut. Hoeveel secondes gaan er in een minuut? Precies, 60. Ik heb dus die 1 keer 60 gedaan. En wat je aan de onderkant doet, doe je ook aan de bovenkant, hè? Dus deze gaan we ook keer 60 doen. En 10 keer 60 is? Goed zo. 600. Wat weten we nou? We weten nu dat je 600 meter aflegt, die wind, in 1 minuut. Oftewel in 60 seconden. Maar we moesten het niet in meters en minuten doen. We moesten het in kilometers en uren doen. Dus ik ga nu van die minuten ga ik uren maken. Hoeveel minuten gaan er in een uur? Ja, ook 60, hè? Nou, 1 minuut keer 60, dan hebben we dus 60 minuten. Oftewel, even met een ander kleurtje, 1 uur. En jullie weten wat we aan de onderkant doen, doen we ook aan de bovenkant. Dus die 600 moeten we keer 60 doen. Gelukkig weten jullie hoe dat werkt. 6 keer 6 is 36. Dus 60 keer 6 is 10 keer zo groot. Dus dat is 360. Dus 600 keer 6 is nog een keer 10 keer zo groot. Dus dat is 3600. Dus 600 keer 60 is nog een keer 10 keer zo groot. Dus dat is 36.000. Wat hebben we nu staan? We hebben nu staan dat je in een uur tijd dat de wind dan 36.000 meter aflegt. Maar we moesten niet meter per uur hebben, we moesten kilometer per uur hebben. En heel gelukkig hebben we dit jaar heel vaak geoefend met het rijtje kleine hondjes dansen met de clowns mee. En daardoor weten jullie dat het van meter naar kilometer 3 stapjes is. Dat betekent dat jullie hebben geleerd dat je dan elke keer deelt door 10. En als je deelt door 10 wordt het dus 10 keer zo klein en gaat er dus een 0 af. Nou, we moesten dat 3 keer doen.
Dus eerst die keer delen door 10. Nog een keer delen door 10. Nog een keer delen door 10. En dan hebben we dit over. En hier staat nu dus eigenlijk 36 kilometer. Leg je af in 1 uur. Dus nu hebben we de som afgerond. Door tussenstapjes te maken van seconden naar minuten. Van minuten naar uren. We hebben gezien dat je aan de bovenkant dezelfde stappen neemt. En toen hadden we een heel groot getal, dat waren de meters. En die hebben we toen weer omgezet naar kilometers. En het antwoord is dus 36 kilometer in 1 uur. Dus dat is best wel behoorlijk hard. Ga maar eens eventjes kijken daarboven bij de schaal van Beaufort. Of je er dan achter kunt komen welke windkracht dat is. Goed, wij gaan verder met som C. Windkracht 8 is storm. Dan waait het 20 meter per seconde. Hoeveel kilometer per uur is dat? Dit is eigenlijk hetzelfde als dat we net met B hebben gedaan. We gaan weer een tabel maken. We gaan weer de gegevens erin schrijven die we weten. We hebben het over meters per seconde. We weten dat 20 meter in 1 seconde is. En nou moeten we gaan uitrekenen hoeveel kilometer per uur dat is. Nou, we wisten hoeveel seconden er in een minuut gaan. Namelijk, precies 60. Er gaan 60 seconden in een minuut. Dus we doen het keer 60. Wat we onder doen, doen we boven ook. Jullie weten, 2 keer 6 is 12. Dus 20 keer 6 is 120. Dus 20 keer 60 is 1200. Wat hebben we nu staan? We hebben nu staan dat je over 1 minuut, hè, want 60 seconden was 1 minuut. 1 minuut 1200 meter doet. Dus de afstand, dus die wind legt in 1 minuut 1200 meter af. Nu gaan we van de minuten uren maken. Hoeveel minuten gaan er in een uur? Ja, ook weer 60, hè? Dus dan hebben we 60 minuten. Dus dat is 1 uur. Wat we aan de onderkant doen, doen we ook aan de bovenkant. Dus nu moeten we 60 keer 1200 doen. Nou, we weten 6 keer 12, hè, want 6 keer 10 is 60, 6 keer 2 is 12, samen is dat 72. Dus dan weten wij ook wel 60 keer 12, dat is namelijk 10 keer zo groot. Dan weten we ook wel 60 keer 120, dat is weer 10 keer zo groot. En dan weten we ook wel 60 keer 1200. En dan hebben we 72.000. Dus we weten dat er 72.000 meter wordt afgelegd in 1 uur. Maar we moesten het niet in meters, we moesten het in kilometers. Nou, jullie weten dat het van een meter naar kilometer 3 stappen is. Dus we halen er 3 nullen af, omdat je het 3 keer door 10 moet delen. En dan hebben we het volgende antwoord gevonden. Dat je in 1 uur tijd 72 kilometer aflegt. En dan heb je de storm, dan is het windkracht 8.